Goedemorgen, het is zaterdag en ik ben lekker net wakker en make-uploos en zo. Jordi voelt zich een beetje ziek. En ik ga pannenkoekjes voor hem bakken om op te vrolijken. Het is heel grijs buiten, niet echt lekker. Ik zit even te denken wat ik vandaag ga doen. Ik moet ook wat werk doen. En ga ik dat dan uitsmeren over zaterdag en zondag of één dag voor kiezen? Daar moet ik even over nadenken. En ik heb vanavond de verjaardag van Kirsten. Dat wordt ook heel gezellig. Pancakes first. Ik heb banaan en 2 eieren. Daar doe ik een beetje boekweitmeel. En een beetje ongezoete amandelmelk. We zijn lekker stad in gewandeld en nu wachten we op een van onze dingen in de stad, namelijk een Libanees tentje met beef en lapne. Wat ik niet precies weet wat het is, ik denk een soort crème-fraîche-achtig iets. Het zit in een hele dunne wrap, is niet normaal. En ik wil er honger aan, Jordi zult zorgen dat andere mensen een andere bestelling hebben wat het best zou kunnen. Ook hebben we net 2 boetes gekregen uit Florence, dus dat is ook niet echt leuk nieuws. Ze naaien je echt mega daar als je een auto gaat rollen, dat is niet normaal. Nee. Even kijken hoe het er van binnen uitziet. Oh, heel lekker. Het is echt een mega unit ook. Het is huge. Allerlekkerste ever. Ik ben thuis en ik heb me razendsnel omgekleed weer even in deze maxi jurk. Dit is dus een trui-jurk situatie met spikkels erin. En mijn vertrouwde oorbel, eigenlijk gewoon alles wat ik nog in het zicht had liggen. Want op dit moment begint Kirstens verjaardag, gelukkig wel echt bij mij een paar straten verderop. Dus dat is oké. En Jordi zou eigenlijk meegaan, maar die is dus ziek. Nog steeds, net als vorig jaar op Kirstens verjaardag, dus dat is... jammer, maar goed. Ik heb een heel leuk cadeautje. Een oorbel van Anna en Nina. En wat beauty spulletjes. Dus ik hoop dat ze het leuk vindt. En ik zie Milan natuurlijk weer, mijn tweelingbroer. Dus dat vind ik ook gezellig. En Kirsten's vrienden zijn allemaal heel lief. Dus dat is ook top. Ik ben ook nog even langs kantoor geweest. Ik was dus net even in de stad aan het racen om wat Fashion Week styling dingen op te halen en te zoeken voor Kopenhagen. En ik heb een heleboel dingen opgehaald op kantoor voor de Mercures. Waar ik de 13e misschien wel een prijs in ontvangst mag nemen voor Linda Meijden. Dus daar moet natuurlijk een fabulous outfit bij. Ik ga nu racen. Ik laat jullie zo even het gezelschap zien bij Café Amsterdam. En morgen neem ik jullie in ieder geval mee in mijn nieuwe items. En ik heb mijn nieuwe designer bag binnen. Even hint. Tududu. Hij is klein. Die ga ik morgen unboxen. Kijk welke spetten we hier hebben. Hoi. Mijn twinsel. En ik kan jullie nu eindelijk die 5 meter, of nou ja, hoe hoog zou die boom zijn? Ja, stukken van meters. Meters, ik denk ook 8 5. Wel. Jij past hier wel 5 keer in, dus dan is het 10 meter. Ja, meer dan 5. 10 Milan. Kijk dan. Insane. Ook helemaal uit de hand loopt, dus dat ik nu in 5 frietbakjes voor mensen aan het opeten ben. Dus like, jij helpt mee, dat scheelt. Oh my god, treurig. Maar de friet is zo lekker hier. Laurent zei net, dit is gewoon de Matilda cake. Wat vind jij ervan?